Hier een valpartij en meteen een penalty. Adrián Dalmau, de nieuwe Spanjaard van Heracles, gaat naar de grond. In dat duel met Beugelsdijk. Heel klein duwtje misschien. Ik vind dit geen penalty. Maar wat vindt Nijhuis? Ja, penalty. Ook Nijhuis is ervan overtuigd dat dit een strafschop moet zijn. En dus kan hij weer gaan scoren, net als vorige week in Amsterdam. Peterson. En die schiet hem feilloos in de bovenhoek. Veel rampzaliger kan de wedstrijd voor ADO natuurlijk niet beginnen. Heerlijke start voor Heracles. Breukers. Kouwas. Van den Buis. Daar komt Heracles weer. Peterson. Breukers kan gaan schieten. Breukers raakt hem niet goed. Maar nog wel een kans voor Van Hintem. ADO moet oppassen dat het hier niet meteen snel tegen een tweede tegentreffer aanloopt. Duarte biedt zich aan. Duel met Bakker. Kouwas. Belangrijk Bakker. Alsnog het schot en de fout. De fout van Groothuizen. En daar is die 2-0. Van Hintem. Zevende minuut en ADO staat al met 2-0 achter in Almelo. Duarte kan hier niet uithalen. De bal nog weggehaald door Bakker. En dan de knal van Hintem, de linksback. Een houdbare bal dit. Maar niet voor Groothuizen in deze situatie. El Kayati. En Immers bijna met de aansluitingstreffer. Trap van Blaswieg, de nieuwe keeper in Almelo. Gekomen van Borussia Mönchengladbach. Hier gaat Beugelsdijk in de fout. Peterson wilde de bal afleggen op Kouwas. Met iets meer geluk wordt het hier 3-0 voor Heracles. Peterson. ADO stroopt de mouw op. Lorenzen. El Kayati. En Malone. En dan is daar het doelpunt voor ADO. Zo knokt het zich toch heel snel terug in deze wedstrijd. En toont het in ieder geval karakter. Het doelpunt van Dion Malone. Fijne voorzet uiteraard van El Kayati. Wie anders. En het staat 2-1 in Almelo. Hoekschot El Kayati. Daar kwam Beugelsdijk. Osman. Goed gespeeld, Meijers. Vrije man is Immers. El Kayati. El Kayati. Het was misschien wel wat zijn ploeg nodig had om wakker te worden vanavond. 2-0 achter, maar sindsdien is ADO de baas. Heeft het kansen gehad. Via Immers, nu via El Kayati. En natuurlijk ook al een doelpunt gemaakt. Lorenzen verlengt. Becker haalt binnen. Bakker. Meijers kan. Immers. Goed gespeeld weer. Bakker, de bal gaat makkelijk rond. El Kayati. Kouwas. Goed ingegrepen door Malone. Van Hintem, Kouwas. Vier man van ADO om hem heen. En toch komt Heracles er voetballend aardig uit. Hier heeft Immers dan de bal. En ligt het hier behoorlijk open. Becker, hooi voor het doel. ADO heeft heel veel snelheid en een eigen goal van Breukers. En het staat 2-2.
diepte gekozen door Immers. Daar ligt vanavond ook de kwaliteit van ADO met al die snelle mensen. Voorzet Becker. En dan staat Hooy daar om af te ronden. Maar Breukers kegelt hem in eigen doel. Van Hintem. Oh, wat een ruimte weer voor Peterson. Het is echt wachten op nog meer goals. Hij legt hem bij de tweede paal. Kouwas pikt hierop. Van Nief. Heerlijke linker. Wordt hier hens gemaakt. Het mag door. En dan gaat hij erin ook. Uiteindelijk. Via Dalmau. Heracles staat weer voor. Kort voor rust is het 3-2. Kouwas. Van Nief. En uiteindelijk Dalmau die hem binnenwerkt. Zijn eerste goal voor Heracles. Is er sprake van hens? Nou, niet van een Herakliet. En buitenspel is het ook niet. En dus is het 3-2. Op Duarte. Breukers komt buitenom. Duarte weet dat. Maar dat geldt ook voor de defensie van ADO. En ADO is alweer weg. Met El Kayati. Becker aan de rechterkant. Goeie paas. El Kayati. Lorenzen bij de tweede paal. Becker kan het zelf doen. Er zit meer in deze aanval voor ADO dan uiteindelijk een schot dat naast gaat. Immers. Goeie redding. Van Blaswijk. El Kayati. Eén keer raken. Becker is weg. Lorenzen kiest positie. Hier komt Hooy. Oh, onderkant lat. En daarna Immers. Slecht geraakt door Immers en dan is het buitenspel voor Hooy. Wat een mooie aanval was dat voor ADO. En wat een pech voor Hooy dat hij die bal niet binnenschiet. Hier gaat Brandley, Kouwas, Dalmau kiest positie. Peterson raakt die bal allesbehalve goed. En zeker niet vol genoeg om Groothuizen voor de tweede keer vanavond te verslaan. Kouwas gaat. Breukers is er ook al. Dalmau in de punt. Kouwas kan het zelf doen. Hij geeft de bal aan Breukers. Niet buitenspel. En raak Peterson. 4-2 voor Heracles. En wat wordt dat dan fijn uitgespeeld. Het verschil tussen Heracles en ADO is 2. En dat was het na 7 minuten in de eerste helft ook. Toen kwam ADO terug. Maar ik vraag me af of de ploeg van Groenendijk dat nu nog in zich heeft. Was er sprake van buitenspel voor Breukers? Dat wordt nog even bekeken. En er komt nu een kaart voor Groenendijk. Ja, dat is ook nieuw dit seizoen. Dat de trainers en de assistenten, de mensen op de bank, een kaart kunnen krijgen. Het doelpunt telt. Dat is nog belangrijker. Hier is een kans voor ADO via Becker. Die moet erin als je nog iets wil in het laatste gedeelte van deze wedstrijd. Dan moet je scoren, Geraldo Becker. Sylvester van der Water. Klassieke linkspoot van der Water met een geweldige dribbel. En maakt hij het af? Nee, dat doet hij niet. Maar dit is wel de speler die hij kan zijn. Het is wachten op het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Joey Kooij.